Breda Nu. Je weet het meteen. Ben jij al zen? 21 juni was het de internationale yogadag. Hierbij kwam een groep in het park bijeen voor een gratis yogales en Bart leek ons het perfecte slachtoffer. Vandaag is de internationale dag van de yoga. Wat is vandaag een beetje de bedoeling? De bedoeling is het algemene publiek, wat nog niet zo bekend is met yoga, dus meer bekendheid te geven aan yoga. En omdat het ook iets bijdraagt aan het welzijn van de mensheid, de mens, is het dus zo dat we dachten de yoga mensen, en het is ook uit India, uit de overheid van India en door de Verenigde Naties bevestigd als een dag die aangewezen is om yoga meer in de belangstelling te stellen. Oké, ik heb zelf net een uurtje meegedaan en ik voel me goed op een manier dat ik me nog nooit eerder goed heb gevoeld. Hoe komt dat? Yoga oefeningen zoals we die gedaan hebben werken op verschillende niveaus. Hè. Dus je hebt het fysieke niveau, hè, de botten, spieren. Dus het creëert ruimte en souplesse voor die gewrichten en spieren. Maar het werkt ook door op het fysiologisch niveau. En dat betekent dat het ook iets doet met de bloedstroom en de functie van organen en het functioneren van het metabolisme, de celstofwisseling. En dan doet het ook nog iets op het mentale vlak, dus met geest en beheersing van gedachten. En dan vervolgens kan het zelfs op een nog hoger niveau bewustwording geven over die hele energiehuishouding in jezelf. Maar goed, dat is na veel jaren oefening. Zou u het aanraden aan iedereen om te gaan yoga of is er wel een soort van instapdrempel of zo? Nee, eigenlijk niet. Ik zou het iedereen aanraden, maar het is afhankelijk van de interesse van de mens. Hè? Want om yoga te gaan doen als het je niet interesseert, is niet erg voor de hand liggend. Maar leeftijd en doelgroep, ieder mens is een mens. En yoga is voor de mens, voor het levend organisme. How did you come up with the idea? In 2014, when United Nations has declared this International Day of Yoga, I just thought it's a wonderful idea, but then the International Day of Yogas are organized by Indian embassies in every country. Then if you have to participate in that, we have to go till Den Haag. So for me, I found it really practically not so possible. But then what if I can just bring all my people together in Breda, where I live in? So I just got this idea, and what I did was I contacted my group of friends. Probably next year, my wish is to bring all the yoga schools together under one park, and doesn't cost anything, and they could do their own yoga styles under one roof or under one sky in a limited area where, you know, we can just inspire a lot of people. That's my idea. Dames en heren, dat was de internationale yoga day waarin je in het park een lesje mee gevolgd. Zoals je ziet ben ik nog niet helemaal in balans, dus ik mag nog even flink gaan oefenen. Maar ik weet nu al de moves. Breda Nu. Je weet het meteen.